Frank Molnar werd bekend als deelnemer van de eerste Big Brother, maar ondertussen kent u hem wellicht beter als echtgenote van zogenaamd Madonna lingerie model Jess Donker en als ex-baas van Junk TV, een op games gerichte digitale zender. Ja, zogenaamd lingerie model van Madonna, want Madonna, dat verhaal, dat klopte niet. Nee, het klopt niet, maar het klopt een beetje wel. Uiteindelijk, Jess is wel het gezicht van een lingerie-lijn, dat klopt, maar die lingerie-lijn heeft uiteindelijk helemaal niets te maken met de popzangeres Madonna. Zoveel is ondertussen zeker, maar voor de rest, kijk en luister naar Frank. De laatste weken zijn een ongelofelijke rollercoaster geweest qua media en pers. Het begint eigenlijk bij Jess is het gezicht van Madonna Nude 79. En dat is een lingerie-label, dat heeft het gezicht van Madonna, de naam van Madonna, het logo van Madonna. Het heeft de sfeer, de glamour en de glitter van Madonna. Alleen, Madonna heeft er rechtstreeks niks mee te maken. En daar kan ik iedere avond van genieten, gast. Ik weet wat wij gedaan hebben, ik weet wat dat er is. En zij is het gezicht van Madonna Nude 1979. Het is ontploft omdat het leven op zich is gaan leiden. En dat er allemaal zaken zijn verschenen in de pers die wij ook zelf niet meer in de hand hadden. Hadden wij moeten ingrijpen? Misschien wel. Misschien wel, dat zeg ik niet. We hadden misschien veel sneller echt moeten duidelijk zijn van, weet je, dit Madonna heeft er niks mee te maken. Maar uiteindelijk hebben we van een geweldig sexy lingerie-label hebben wij een gigantische hype kunnen maken. Ja, gigantische hype, dat wel, maar het is eigenlijk uit de hand gelopen. Hè? En ook, je vraagt je af, waarom doe je dat? Want je had toch kunnen bedenken op voorhand, dit ontploft in mijn gezicht. Dat is waar, maar Frank houdt er nu echt eenmaal van om de media te bespelen. En hij houdt van mediastunts. Vooral als hij iets geheim wilt houden, dan weet je dat er meer aan de hand is. Het is gewoon een echte karaktertrek van Frank zelf. Ik heb van nooit iets wat ik gedaan heb spijt. Nooit iets. Ik heb ook geen reden om spijt te hebben. Ik weet, wij snappen het verhaal. Wij weten dat we het gedaan hebben. En dat is een onbetaalbare media stunt, marketing stunt op dat gebied. Ik heb gisteren nog met reclamebureaus gesproken. En die zouden daar massa's geld voor hebben neergeteld om zo'n campagne te hebben. Ja, dat is de keerzijde van in de media te werken, dat je daar op een heel dunne lijn loopt. Maar als je die lijn niet loopt, dan gaat er ook nergens komen. Mijn werkgever, TV Gas en Junk, zijn we dan overeengekomen dat ieder zijn eigen ding wat gaat doen, omdat onze visies wel wat verschillen. En ik mag de komende 3 maanden, stak ik op normatief, maar na die 3 maanden zo zien dat ik morgen vertelt Jess Donkers haar vers.